Je hoort achter je zoveel, ja, dat kun je niet omschrijven. Een stoet van een kleine 300 goed geswanjeerde motorrijders rijdt vandaag van Enschede naar Eibergen en terug voor het goede doel. Dat doen ze elk jaar, maar dit jaar rijdt er iemand mee die dat goede doel meer dan vertegenwoordigt. We zien hier 275 fanatieke motorrijders die voor het goede doel hier een rondrit gaan maken. Het goede doel is de Bonfember Foundation en die staat voor onderzoek naar prostaatkanker en het welzijn van de man. Het is de bedoeling dat iedereen zich netjes kleedt als een echte gentleman of gentle lady. Dat je juist wat positiefs uitstraalt en dat beeld van die motorbende juist helemaal weghaalt. Want A, zijn we dat niet. B, willen we dat niet zijn. En C, we rijden hier voor het goede doel en we maken er zelf een hele mooie dag van. Wij hebben vandaag een eregast. Zijn naam is René. En René vecht op dit moment tegen prostaatkanker. Dus hij is wel echt, hij staat echt voor de Movember Foundation. Dit is jouw eerste keer, ja. Maar het kon wel eens, ook wel eens jouw laatste keer zijn dat je hierbij bent. De laatste keer dat ik hierbij ben. Ja, dat weet ik nou al. Ik denk dat ik einde van het jaar niet haal. Mijn vrouw heeft de organisatie benaderd en ja, dit kunnen regelen voor mij. Ja, dit is toch een van de laatste leuke dingen die je kan doen. Ja. René heeft zelf aangegeven dat rijden voor hem te veel is. En toen heb ik gezegd van, dan kom je bij mij achterop. Dan gaan we dat proberen. Ja, hij is de belichaming waarvoor wij het nu doen. Dus ja, mooier kan het niet. En voor hem en zijn familie natuurlijk een fantastische dag en een geweldige herinnering. Nou, goed doel, hè. Ik heb eigenlijk pas afgelopen donderdag hiervan gehoord. Dus ik heb nog niet zoveel opgehaald, maar voor volgend jaar gaat het beter. En ja, dit is natuurlijk kicken dit. Nou, wij rijden natuurlijk klassieke motoren. En we hadden zoiets, als er dan mensen mee mogen doen, dan zijn wij het wel. Met daarbij een stukje achtergrond dat mijn vader gestorven is aan kanker ook. Dus dat brengt mij tot deze plek, ja. René, je hebt net afgestapt, ja. De motoren zijn doorgereden. Hoe was het? Oh, geweldig. Echt in één woord geweldig. Ja. Het geweld van de motoren, het geluid. Die hele grote groep achter je. En dan af en toe dan werd er ook gas gegeven. En dan, ja, dat is super. Ja.